Nee, dat zijn mijn eerste twee voor NEC en daar ben ik heel blij om. Blij dat ik voor NEC kan scoren. Ik ben blij met de 3 punten en ook blij met de fans die toch wat de waardering voor mij hebben gekregen in de loop van de seizoenen. Van dingen echt goed en dingen echt slecht. Het was zo'n hubbelbubbelswedstrijd. Het was zo, het was niet één lijn, het was zo hoog, dan weer laag. En, ja, maar goed, 2-0 is een goede resultaat. 19 Position en man darf denken am Playoffs europäisches Fußball. Ah, ich glaube, wir sollten erstmal ruhig bleiben und das können wir jetzt genießen. Und dann müssen wir aber gucken, dass wir jetzt, wir haben ein schweres Spiel mit Feyenoord Rotterdam, aber erstmal kann man vielleicht mal ein bisschen durchschnaufen. Je mag zelfs naar boven kijken. Ja, dat, ik doe nog even mensen, maar ik niet. Dan ben ik weer de contrastprogramma voor heel veel misschien in de club. Ik ben blij dat we handhaven. Het is toch veel een beetje een rare week geweest, want je dacht dat de transfer naar LA Galaxy er zou komen. Maar dat lijkt niet meer te gebeuren. Ja, dat dacht ik zeker, zeker weten. En ja, de tweede pot is helaas ook afgeslagen, tot mijn teleurstelling. En ja, dat is het leven, snap je. Het leven als voetballer is niet altijd roze scheuren maneschijn. En soms heb je ook met zulke dingen te maken. Maar ik ben sterk genoeg en fris genoeg om dit op te pakken en weer door te gaan. En dat weten ze hier ook. En als het niet nauw komt, dan komt het waarschijnlijk wel in de zomer. Was ist passiert mit deinen Haaren? Ja, die sind jetzt ab. Ich habe schon, viele aus der Mannschaft haben schon gesagt, dass ich aussehe wie ein neuer Mensch. Ja, mal was anderes versuchen.